Dit wordt een nieuwsuitzending. Erg interessant. Want dit gaat over iets wat ik gisteren heb meegemaakt. Nou, als dat geen nieuws is, dan weet ik het niet meer. Gisteren zat ik op het terras te genieten van de laatste zonnestralen met twee Marokkanen. Ik ben een moeilijk iemand, maar niet voor dat soort mensen. Want die Marokkanen waar ik het over heb, die hebben de Koran gelezen. Nou, en nu val je stijl achterover, hè? Perry, hoe kan dat? Jij bent een christen en je praat met Koranisti. Gek, hè? Nee. Ik kan er bijna boos van worden. Het was zo vriendelijk. En allerlei mensen op het terras, die zaten allemaal met hun oren gespitst naar de discussie te luisteren tussen mij en die twee Marokkanen. Om er gelijk maar met twee voeten naar binnen te rammen. Kijk, die mensen hebben een boek gelezen. En dat scheelt, hè? Johannes 1, vers 1. In het begin was het woord en het woord was God. En het woord was bij God. Kortom, twee handen op één buik. En dan, het was met Hakim en Rashid. Rashid, die ken ik al meer dan 10 jaar. Ik weet ook zijn familie, gezinssituatie. Zo vrolijk is dat niet. Maar die van mij ook niet. Dat schept een band. En Rashid, die houdt van Arabisch, vindt hij een hartstikke mooie taal. En er is ook hartstikke mooie taal. Er zit helemaal niks doms aan of zo. Je moet het kennen. En hij houdt dus wel van die Arabische poëzie. Dat is Rashid. Rashid is, heeft in het onderwijs gewerkt als, hoe heet ze iemand, die dan bij de deur zit. Portier, nee, dat is niet een portier. Conciërge. Hij was conciërge en hij houdt van Nederland. Typisch een buurtenlaander, zoals ik. Ik ben ook een buurtenlaander. Ik weet ook niet precies waar ik woon, maar ik wil wel wonen in Nederland. Want daar spreekt men Nederlands. In plaats van dat... Rashid, dat moet je ook die Marokkanen nageven. Die kunnen Frans, jongen. Bah oui, maar non. Maar hij wil ook niet in Frankrijk wonen. Nee, hij wil in Nederland wonen. Lekkere, frisse lucht. Zo. En hij is niet echt een Koranist. Hij houdt van Arabisch en hij heeft respect voor de Koran. Maar niet. Ja, goed. Dat is dan zo. Okay. Maar Hakim. Ik bedoel, zijn grote Marokkanen, daar moet je erg voor oppassen, jongen, grote Marokkanen. Maar gelukkig is Hakim, dat is een Koranist. Die heeft echt het boek gelezen. En Rashid, die heeft respect voor het feit dat Hakim, dat hij dat boek heeft gelezen. Voel je hem al komen? Nou, dat werd het lollig, jongen, want ik ken helemaal geen Arabisch. Ik weet dat Allahu Akbar, dat betekent God is groot. Dat roep je niet op straat. Dat mag van de Bijbel niet. Dat denk ik dat Hakim dat ook wel... Daar hebben we het niet over gehad, maar ook daar kunnen we het over eens zijn. Want je gaat God niet bestempelen. Een beetje onzinnig eigenlijk. En toen het echt op een hoogtepunt kwam, hè, in de discussie, hè, tussen mij en Rashid, en die Rashid die kent mij, en die heb ik al, ja, dus,
allemaal, het is gewoon heel erg vriendelijk, hè. Ja, en die Hakim, dat is ook mijn vriend. Dit is echt gek voor woorden. Maar Hakim heeft een hele mooie zangstem. Dat kan, hè. Je bent Marokkaan, maar je kan wel zingen. Maar hij is ook echt een grote mofo. Gewoon echt zo'n Marokkaan waar je geen ruzie mee wil hebben. Behalve dat hij totaal op zijn Arabisch een moslim is. Hij is een onderworpene op zijn Nederlands. Hij is onderworpen vanuit het Mohammedaanse dogma. En nu weet ik gelijk dat er allerlei christenen zullen zijn die zeggen, ja, maar de Koran is geschreven door de katholieke, antichristelijke kuddekerk. Ja, dat is ook zo. Maar daar staan ook waarheden in. Zal ik het nog een keer zeggen? In de Koran staan waarheden. Meerdere dus. Niet één, maar meerdere. Dat moet wel. De katholieken hebben inderdaad, de globalisten heet het ook wel. Hè? Alex Jones heeft het altijd over de globalisten. Maar dat zijn de katholieken. De katholieken hebben die Koran laten schrijven. Want die kennen taal, hè? Daar ben je taalkundig. Ik heb in 2003 na ongelooflijke ruzie met mijn vrouw, die weigerde om van die saaie dingen te doen. Die wilde altijd leuke dingen doen. Zo'n soort stoepmoeder. En ik had een kind en dat huis moest schoon. Dat wilde ik gewoon, eigenlijk. Ik wilde dat. En als ik iets wil, dan gebeurt dat. Linksom, rechtsom, bovenom, onderom, maakt niet uit. Vooruit, kijk ik altijd. Dus ik een Turkse werkster geregeld. Ja, die heette Nuran. En haar familie, ik heb haar moeder ontmoet. En ik heb haar twee zusters ontmoet. En ik heb een nicht van haar ontmoet. En oh, 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 wat een mooie vrouw was dat, zeg. Die nicht dan. Hè? Dat heb ik ook tegen haar gezegd. Van, wat ben jij een mooie vrouw. En ze zei tegen mij van ja, en daar heb ik last van. Want ze werd gepest op het schoolplein omdat ze zo mooi was. En ik kon het ook helemaal zien. Jeetje, wat een mooie vrouw. Oh, als je het toch hebt over vrouwelijke vormen. Hè? Dat doe ik maar. En ze was ook heel geduldig en heel rustig. En ze vroeg altijd, wat moet ik doen? Ja, zij heeft namelijk ook ingesprongen. Dus ik heb ook haar nicht gekregen om de ramen te lappen. Alles wat mijn stoepmoeder niet deed. Of niet wilde doen, want die wilde leuke dingen doen. Ja. Nuran, dat was de oudste zus. En die had geen baan verder, maar wel een leuke man en een zoon van 14. En tussen haar en mijn dochter ging ook helemaal geweldig. En ik stond er altijd op. Ze maakte het dus schoon bij ons. Dat we wel eventjes pauze houden. En dan maakte ze wist altijd wanneer de pauze kwam. En dus van tevoren ging zij al thee zetten voor zichzelf. En koffie zetten voor mij. En dan zei ze, het is pauze. Of iets, woorden van gelijke strekking. Pauze, het is. Ik kan niet zo goed Turks. Hè? En ze zei mij dus uitleggen hoe Turks in elkaar zat. En toen had ik dus in een of ander tijdschrift had ik dus gelezen van la ilaha illallah. Ja. Dus ik had zoiets van Mohammed de Rasulallah. Ja. Ik denk, ik kan hem, hè. En zij mij uitlachen, jongen.
Ja, dat is geen Arabisch wat je zegt, hè? Ik zei wel. Doe het dan voor. Zij mij voordoen. Zij Turks, hè? Maar de vader, dat was geen imam, maar het was wel een Koranist. Dus die kon Arabisch. En haar vader, die kon die dictie. Dus zij mij voordoen, dat is als volgt. La ilaha. Nee, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Zo moet je. La ilaha illallah. Mohammed Rasulallah. Ja, ik ken hem. Dus die dictie die haar. En ik zat met dus die twee Marokkanen erover te praten. En ik zeg dus tegen die hoofd, die grote jongen, die de Koran gelezen had. Van de correcte vertaling van dat Arabisch op zijn Nederlands is, dubbele punt, er is geen God, God is. Op zijn Nederlands, nog een keer, hè? Er is geen God. God is. En die Koranistische, de kenner van de twee, die grote Marokkaan, Hakim, die zat alleen maar te knikken. En zei, dat is de correcte vertaling van de Mohammedaanse eed. En Mohammed is zijn profeet. Mohammed Rasulallah. Nou en? Die jongens blijven met de tengels van de wijven af. Dat vind ik belangrijk. En we kletsen wat. En wij zijn mensen van het boek. Met een hoofdletter H. Het. En dan boek ook weer met een hoofdletter B. HB. Wij weten van het een en het ander. Ik ben tegen die jongens begonnen over Sheikh Imran Hossein. Dat is een interessante prediker. Sheikh Imran Hossein blijft met zijn tengels van de wijven af. Wel is het zo dat hij een hoedje opdoet als hij gaat kletseren, razoeleren. Aan de andere kant, ik heb een pet op. Dus waar maak je je druk over? Sheikh Imran Hossein. Dat is een Koranist van hier tot Tokio. Die kent de Koran helemaal. En ik heb het idee dat hij daar niets slechts uit heeft op weten te maken. Dat is mijn mening over Sheikh Imran Hossein. Sheikh, moet je zeggen. Sheikh Imran Hossein. Een ongelooflijk eigenwijze dreutel trouwens, op zijn Nederlands. Een man naar mijn hart, op zijn Amsterdams. Een man die niet met zich laat fokken. Hakim kende hem niet. Ik hoop dat Hakim, ik hoop ook dat Rashid, die kerel, je kan hem zo vinden. Ik heb nou geen screencast, maar Sheikh Imran Hossein. Hossein, 1S, 2S, het maakt niet uit. Google Translate, of nee, gewoon YouTube. Wat Sheikh Imran Hossein zegt, dat in de Koran, daarin wordt gesproken van roem. R-U-M. Richard Utrecht Maria. En Sheikh Imran Hossein zegt dat roem
niet Rome is. Nu ga ik hard, hè? Vooral voor christenen die hier naar luisteren. Dat is erg interessant, hoor. Sheikh Imran Hossein zegt dat Roem niet Rome is. Niet Rome kan zijn. Je kan ook zeggen dat de katholieken zichzelf in de voet hebben geschoten. Met het laten opschrijven van de teksten van de Koran. Daar gaat het om. Mensen worden alleen aangetrokken tot de waarheid. Dat is de magneet. De leugen niet. Iedereen heeft in de gaten wanneer je aan het liegen bent. Mohammedanen, om even tussendoor. Hè? Mohammedanen wijzen absoluut de drie-eenheid af. Ze zien dan Christus Jezus in onze ogen slechts als een profeet. En daar nemen wij voorlopig genoegen mee. Hebben jullie dat goed begrepen? Jullie christenen? Jullie christenwolven? Of zijn jullie christenhonden? Buig neer. Sheikh Imran Hossein, met zijn interpretatie van Roem en het verhaal wat erin verwoord wordt, waar het op neerkomt. Heel ernstig, echt, heel serieus. Sheikh Imran Hossein zegt, zijn woorden, dat er een alliantie zal komen tussen de christenen en de Mohammedanen. En de Mohammedanen die krijgen hun eigen land met sharia. Daar mag je geen alcohol zuipen. En daar blijf je ook met je tengels van de wijven af. Maar bij ons ook. En zij doen daar gewoon hun ding. En dat moeten wij laten gaan. Dat vind ik zelf. Ik vind dat je de Arabieren, je moet je gewoon Arabië geven. En klaar. Wij komen wel een keer op vakantie. Voor de rest eten we hier everzwijn. In de woestijn eet men geen everzwijn. Goed begrepen, jongens. Eric John Phelps. Die wordt afgezeken omdat hij seculaturist is. Afscheidings iemand. En hij wil gewoon een white nation. Gewoon zoveel hectare en dan iedereen zijn mond houden. Nou, dat wil ik ook. Ik wil gewoon een white nation, Arabic nation, mestizo nation, zeg maar. Als het maar niet katholiek is. Katholicisme is de dood van de mensheid. Dat is het globalisme. En globalisme is niks mis mee. Want we gaan naar globalisme toe. Daar is gek een probleem mee. Alleen niet op een kinderachtige manier. Zoals nu gebeurt. Met flauwe politieagentjes die alleen maar oude vrouwtjes arresteren omdat ze het vuilnis aan de verkeerde kant van de weg hebben gezet. Want die echte criminelen, die durven ze niet aan te pakken, stelletje pussies. Je wil gewoon een politie die niet vraagt, die gewoon eerst mapt en dan vraagt, oké, wat was hier aan de hand? Eerst even slaan. En dan gaat zo'n politieagent maar een keer over de schreef en dan valt er maar een keer een burger doden. Nou en?
Ik zou eigenlijk ook wel onder sharia willen leven. Onder de Koran. Onder de Koran als wet. Maar dan wel onder mensen zoals die Marokkanen waar ik het over had. Want die snappen al het goede uit de Koran. En die mensen moet je hebben. Christus Jezus heeft gezegd, je moet geen paarlen voor de zwijnen gooien. Waarmee hij bedoelde, van jij kan het wel, je kan het wel leuk doen en wel aardig doen tegen iedereen. Maar er zijn gewoon mensen onder ons en die maken daar misbruik van. Die Marokkanen waar ik gisteravond mee sprak, dus Rashid en Hakim. Die hebben het goede eruit gepikt. En dat zijn in mijn ogen mijn broeders. En al die andere Hollanders, die holo's. Een beetje naar Hollands Next Topmodel kijkende idioten. Die mogen er een puntje aan zuigen. Zijn mijn broeders. En terug naar Sheikh Imran Hossein. Hij zegt dat roem, dat is de orthodoxie van het christendom. Als je het christendom, als je de oude geschriften leest, en dan de culminatie, de epitome daarvan, koning Jacobus Bijbel, die christenen, die gaan een alliantie vormen met de Arabieren, met de Mohammedanen. En dat doen wij om de Joden te redden. Zal ik hem nog een keer zeggen? De orthodoxe christenen die gewoon de Bijbel nemen voor wat die is. Die daar geen jota aan toevoegen. Geen jota van afnemen. Gewoon de Bijbel nemen zoals die is. Mensen van het boek. Wij vormen een alliantie. Dus een opdracht. Die ik aan jullie geef. En jullie christenen. Ook aan jullie Mohammedanen. Ik ken vast wel een zielige christen. Zal ik je een leuk verhaal vertellen? Ik heb ook een Libische vriend. Hè? En dat is ook een Mohammedaan. En af en toe is hij dan... Ik heb hem al een tijdje niet meer gezien. Maar hij heeft het ook niet zo makkelijk hoor. Het is moeilijk. Je kent het wel, gezinssituatie. Hij heeft een katholieke vrouw ook nog. Och, wat erg. Ja. Die vrouw heeft hem... Heel verschrikkelijk, verschrikkelijk. Ja, dan kom ik hem weer eens tegen. Dan is hij echt helemaal teruggeslagen in zijn depressiviteit. Dan zit hij alleen maar te klagen. Dan zit, weet je wat er vorige week gebeurd is? Ja, janken, janken, janken. En een kutwijf. Echt zo'n stoepmoeder. En dan zeg ik tegen Galet, heet hij. Gilead op zijn Engels. Galet op zijn Arabisch. Komt uit Libië. Mijnbouwkundig ingenieur. Gevlucht voor het politie-dingensregime van Gaddafi. En dan zei ik tegen hem van... Galet, wanneer ben jij voor het laatst naar de moskee geweest? En dan zei hij, ja, 3 dagen geleden. Ik zeg, ja, 5 keer per dag was toch de afspraak? En hij kijkt me dan zo heel schuldig aan. Misschien wel. Ja, ga wat vaker naar de moskee, lul. Nou, dat heeft hij dus gedaan. Natuurlijk doet hij dat. Dat hoef ik tegen hem niet te zeggen. Dat was een geitje. Daarna heb ik nog... met Galet kan ik heel goed uitgaan. En ik mag gewoon alcohol drinken. Dus dat is heel gezellig.
Nou, met Gale gaat het altijd goed. Als we samen uitgaan. Nou, vertelde hij mij dat hij dus wat regelmatiger naar de moskee gaat. En dan heeft hij toch een christenvrouw ontmoet. Want op de tijd dat de moskee openging, ging ook die christenkerken ding dong, ding dong. Ja, liep hij samen met die christenvrouw lekker een paar straten door. Ik weet precies waar die woont. Het is een heel mooi buurtje. Het wel een schaduwtuin. Maar. En hij ligt onder de rivierspiegel. Dat is ook niet zo'n goed bericht, want het is overstromingsgebied. Voorlopig gaat het goed, als het maar niet te hard regent in Duitsland, zullen we zeggen. Arme Luiswijk, weet je wel? Laat een beetje uit. En dan lopen ze een paar straten door met z'n tweeën. En dan gaat zij naar de christelijke kerk. En hij naar de moskee. En dan wil het toeval dat ze dan ook weer samen teruglopen. Dat is niet één keer gebeurd, dat is al 5 keer gebeurd. Mensen van het boek. La ilaha illallah. Er is geen God, God is. Mohammed vertelt daarvan. Mohammed profeteert dat. Heb gewoon respect voor Mohammed. Ook al was het maar een mens. Christus Jezus was ook maar een mens. Hing wel aan het kruis. Dat heeft Mohammed niet gedaan. Daar moet je Mohammedanen niet gelijk mee lastigvallen. Laat, in de Koran wordt alleen maar respectvol gesproken over Christus. Laten wij christenen daar genoegen mee nemen. En de Mohammedanen, de Koranisten, laten zien dat de naam van dat de naam wordt bepaald door de vrucht. Dus als je een Mohammedaan de les wil lezen, doe dat in je gedrag. By their fruits you will know their name. En het christendom, dat gaat het worden. Ik hou wel van gok. Maar als ik de geld moet inzetten, zou ik zeggen, christendom, dat wint. Wij hebben het dikste boek. Wij hebben ook nog al die logica. We hebben niet alleen de Bijbel, maar we hebben ook de Kritiek der Reine Vernunft. Grundlage der Moral. Jenseits van goed en böse, voorbij goed en kwaad. En we hebben sein und Zeit. We hebben denken, bouwen en wonen. Dat is ook van Heidegger. We hebben christenen nog meer. We hebben heel veel hoor. Onze bibliotheek. Het is ongelooflijk. We hebben Rudolf Steiner. We hebben Goethe. Het zijn kleurenleer. Wij hebben veel. Wij christenen. En die veelheid die heeft alleen maar waarde als wij die uitstralen. Niet dat je mensen moet gaan zeggen, hey man, ga eens zijn en tijd lezen, meneer Eikel. Dat heeft geen zin.
Sein und Zeit van Martin Heidegger. Dat wil je niemand aandoen. De kritiek der reine vernunft, dat wil je ook niemand aandoen. Heel heavy. Wij christenen hebben gelijk. Wij hebben geen kromzwaard nodig om iemand te onthoofden. Dit was poëtisch bedoeld. En ik ga ervan uit dat het poëtisch overkomt. Het is de droeve waarheid. En wij zijn omringd met... Ja. Nederland wordt overspoeld met migranten. Mensen die ergens anders willen wonen. En dan gaan ze naar Vlagtwedde en dan denken ze... Fok, ik zit in Vlagtwedde. Ja, als ze mij van tevoren hadden gevraagd van... Zal ik naar Vlagtwedde gaan? Had ik gezegd, niet doen. Boring. Ja, ik zit in Rotterdam-Zuid. Ik zeg, ja, niet doen. De Bijlmer, dat is nog leuk. Daar heb ik wel leuke dingen gezien. Er zijn een paar plekjes. In Gouda moet je ook niet wezen. Er zijn allemaal buitenlanders die zijn naar Ede gegaan. Ja, hadden ze van tevoren aan mij moeten vragen. Had ik gelijk gezegd, niet doen. Wij worden overspoeld met mensen die teleurgesteld zijn of raken. En die laatste groep is het gevaarlijkste. Die denken dat ze het moeten pakken. We hebben het niet gekregen, maar het is omdat we het niet gepakt hebben. Nee, jullie zijn misleid. En waarom komen die mensen allemaal naar Nederland? Nou, ik weet dat. Dat komt omdat wij Nederlanders taalkundig zijn. Wij hebben een hele goede keelbeheersing. Dus wij kunnen de G, de letter G, die kunnen wij uitspreken op zoveel manieren. De Duitse key, die kennen we ook. En dat je de G weglaat, dus dat het een asch wordt, een H, dat kennen we ook. Wij kunnen praten vanuit de toppen van onze longen. Ik heb maar gezegd, ik vind ook wel dat je af en toe wat mag zeggen hoor. En mijn stem kan heel hard, dus je kan die bovenkant van je longen gebruiken om schreeuwen. Wij hebben ook heel goed die onderbuik. Dus dat je praat vanuit je lul of je klit. Dan moet je zelf even kiezen. Heb je een lul of een klit? Maar dat je vanuit daar praat. Hallo, hier is de grote klootzak aan het woord. Dat is een hele goede toon om je hond in bedwang te houden. Dus als je met een hond praat, moet je altijd Nederlands tegen praten. Van hoog en laag. Ja, andersom, weer alle kanten. We hebben ook heel veel dialecten. Gewoon nog steeds. Dan doen ze dat nationale dicté. Dat is de grootste grap ter wereld natuurlijk. Ja, zo moet het. Nee, zo moet het helemaal niet. Wij praten hier een hele mooie taal. Prachtig. En dan mag ze gewoon terugschorkel naar diets. Ja, ze geen werkwoord vervoeg. De ouwe hoer, dat doen we niet aan. Snap je hem? Ja. Die einfach spraak. Simple speak. Om George Orwell er even bij te halen. En al die mensen worden hier naartoe gebracht. Opdat wij... Hully, Nederlands leer. Doorom. Nederland, daar is dat concilie.
tussen de mens onderling. Het is een vergodering. Die vergodering heeft tot doel dat de heel wereld overnomen wordt door ons. En dan gaan we nooit meer naar de maan, want wat moet je daar halen eigenlijk? Vertel me wat, is er een frietkot op de maan? Moeten we dan naar Venus toe? Daarom is dat naar Nederlands, een Nederlands land. In Nederland, daar is daar Marokko en Egypte van Europa. De Loogland. Het land wat alleen maar kon bestaan omdat mensen samen werkten. De familie van Oranje, de familie van Oranje, die aristocraten, die beweren dat zij die kanalen en de deltawerken en alles, dat hebben zij gefinancierd. Dat klopt. Zij hebben dat geld verstrekt. Wij hebben gegraven. Probeer het maar eens in Afghanistan. Wij zijn de moslims van Europa. Zo moet ik zeggen. De onderworpenen. Wij begrijpen wel dat als we geen afsluitdijk maken en die delta werken, hallo, ja, dan krijg je nog meer ellende. En dan maar 's morgens om 5 uur je warme bedje uit, waar je heerlijke, hoop ik dan, mooie vrouw ligt. En dan 's avonds stinkend thuiskomen. Hard werken. Dat kunnen wij. Dat hebben wij bewezen. Wat Maxima ooit heeft gezegd over Nederlanders, dat er geen Nederlandse cultuur is, dat komt omdat zij te blind voor ogen is. Dat was een poëtische opmerking. Hè? Zij is te blind voor ogen. Kan ik ook niks aan doen. Daar kan zij ook niks aan doen. Ze komt uit Zilverland. Zij zit ook zo van, hé, wat is het jammer aan de hand, zeg hier in Nederlands, ja. Zij moet op integratiecursus. Zij moet een avondje bij mij komen. En ik zorg voor de vodka en zij zorgt voor de, ik weet niet wat ze doet, kook. Maakt mij niet uit. De afspraak is en blijft dat zij raakt mij met geen vinger aan en andersom. En een camera erbij met een microfoon. Kan ik haar vertellen hoe Nederland in elkaar zit? Want Nederland is niet... Het is niet een volk. Het is een cultuur. Het is een cultuur van... Mensen van het boek, waaronder christenen. En die zullen uiteindelijk kunnen zeggen, wij hebben het dikste boek. Dat is Nederland. En dat maakt niet uit als je hier naartoe komt als Marokkaan. Ik ga zo dadelijk een heel mooi lied van Hakim. Hakim kan zingen, hè? Zingen.
Je komt hier naartoe en je bent dus Marokkaan of Libiër of wat. Maakt niet uit. Stel, even wetenschappelijk gesproken. Jij denkt echt, wauw, wat een toffe boel hier. Dit is mijn land. Want Rashid en Hakim heb ik het nog niet horen zeggen. Maar van Rashid weet ik het zeker. Rashid zegt, dit is mijn land. Hier wil ik zijn. Nou, ik denk dat als je die beslissing genomen hebt, en dan ga je wijfjes, maakt een familie en alles, jouw kinderen, die worden alsmaar witter of blanker. Het is het land wat de mensen maakt. En mensen willen graag, vooral die bijzonderen, in Nederland wonen. Maar dat mag toch gewoon van mij. Nu het mooie lied van Hakim. Toen Hakim klein was. Hakim is 10 jaar jonger dan ik, denk ik. Ongeveer. En dan had je zo'n lied. En dat heette, hij was maar een clown. In het wit en het rood. Hij was maar een clown. En nu is hij dood. De herinnering blijft aan die clown met zijn lach. Hij heeft alles gegeven tot zijn laatste dag. Hij was maar een clown. Ken je dat liedje? En Hakim, die heeft dus jarenlang gedacht dat, pas op laat, dat geeft hij gewoon eerlijk toe, hè? Van, dat begreep ik pas na een jaartje of 5. Dat hij hoorde de liedjes toen hij 12 was of zo, of 8. Hij weet inmiddels de tekst. Ik bedoel, dat was een Marokkaan, hè? Kom op. En daar gaat het ook om, want hij hoorde, hij was Marokkaan. In het wit en het rood. Hij was Marokkaan. Maar nu is hij dood. De herinnering blijft aan die Marokkaan met zijn lach. Mooie. Het waren trotse mensen. Mensen die wel snappen dat ze zich moeten gedragen naar een of ander geschrift. En als ik tegen die mensen een bijbeltekst oplepel, knikken ze alleen maar. En dan weet je toch genoeg. Dat zijn onze broeders en zusters. Geen oorlog meer. Er zijn genoeg tranen gevloeid. Hé, lieverds. Ongelooflijk bedankt dat jullie hier naar geluisterd hebben. En op zijn hamburgers zeg ik tjus. En dag, lieverds.